Ja, jij kan goed springen, hè? Ik wil je altijd graag laten zien. Goed zo. Pip. Goed zo. Ja, ze is zo lief, hè? Ze is zo lief. 1, 2. Pip. Pip. Jump. Ga erop. Goed zo. Superbraaf. Keurig. Jimmy. Blij kustplant staartje. Rollenbollen, hè? Bokken. Bokken en rollenbollen. Oh, wacht, wacht, dit niet te hard. Wat hebben ze daar gedaan? Ben jij een boefje? Lekker, hè? Ja. Hey, clowntje. Oh, opaatje. Ga je mee? Ja, dat was leuk, hè? Kom.
een huis. Oh, is een beetje jaloers. Want Eefje ligt op de bank en dat mag niet. Van Willy. Toch? Is het waar? Is het waar, Willy? Ja. Want Eefje ligt hier. En dat vindt Willy niet zo leuk. Nee. Willy vindt dat alleen hij. Artiest. Kom hier liggen dan. Ik heb al een kussen voor jou weggelegd. Boei. Boei. Het poefje. Kom op. Bye, Stella. Lekker, Boy. Lekker zwemmen. Lekker, hè? Ja. Gaat goed? Bowie, dat is je rolstoel. Wat is dat? Fella. Bowie. Het poefje. Super goed toch? Deze moet zwemmen, hè? Helemaal zonder zwemvest. Ik heb het nog nooit gedaan. Je moet nooit zonder zwemmen. Knapper. Knapper. Wat zo voor jou hoor. Hoi. Kom maar. Goed jou. Ben je helemaal zonder zwemvest? En zonder rolstoel. Die drijft daar. Oei, kom. Oei, het poepje. Lekker, hè? Ja. Knapper. Thank you.
keer zo diep. Super knap. Morgen vliegt hij naar Nederland, onze Donnie. Onze Donnie. Gaat hij naar Polar? Ga je naar Polar toe? Ja. Ga je mee, hè? Ja, ga je mee. Hé, hey, Mats. Hé, hey, Mats. Doen. En Pipje. Hé, hey, zit je aan mijn trui te trekken? Zit je mijn t-shirt te trekken, gekke hond. Lekker ding. Ja, lief. Lief. Oh. Tommy mee. Nova mee. Nova moet ook heel nodig zwemtechniek krijgen. De pootje is nog steeds niet goed. Ze heeft er veel last van. Zwemmen is goed voor Nova. Kom, Tommy, wel zwemmen alsjeblieft. Goed zo, Nova. Kan jij goed zwemmen? Waar heb je dan geoefend? Super knap. Knap hoor. Ja. Oh, dat doe je goed. Niet doorknagen. Knap meisje. En Bowie ook knap, hè Bowie? Lekker hè? Knap hoor Nova. Kom ik mee? Komt in je oren. Je doet het echt goed hoor. Bowie ook goed hè. Goeie zwemmer geworden. Goeie zwemmer, ja. Tommy, kom. Netjes jongen. Super knap. En zo gaan we hier een beetje heen en weer gaan wandelen. Ik blijf ongeveer op deze diepte, tot mijn knieën. Hmm. Niet doorknagen, hè, maat. Bowie de boef. Ja, lekker ding. Wil je Tommy vasthouden? Lekker zo. Hij doet zo goed, hè. Lekker hè, Bowie. Lekker ventje. Lekker ventje, hè? Ja. Zanzi, kom. Kom op. Zanzi. Zanzi, kom. Ja, komen. Zanzi, kom. Kom.
Kom. Kom. Sansi. Sansibar. Goed zo. Braaf. Hebben we toch niet voor niks 3 cursussen gedaan. Goed zo. Lekker Bobo. Nova, kom je wat dieper. Sansi, kom. Geef het goede voorbeeld. Sansi, kom. Met jou. Bowie doet zo knap. Zo. Goed zo, Nova. Kom maar. Nova. Sansi. Nova, kom. Sansi, kom. Nova, kom maar. Kom, moffie. Nova, kom. Kom maar, Nova. Nova vindt de motor zo een beetje eng. Kom, schat. Aan het genieten. Ja, heerlijk. Lekker is onze boek. Lekker is onze boek. Ja. Thank you.
Hier hebben we Bowie. En ik heb hier hebben we Bowie. En Bowie loopt dus met zijn voorpootjes tussen zijn achterpootjes in. Dat is heel belangrijk dat hij dat kan blijven doen. Dus het pakje moet dan ook wel die ruimte geven dat hij hier kan bewegen, zeg maar. Want anders komt hij niet meer vooruit. Want hij zet elke keer zijn voetstapjes, zijn voorste voetstapje tussen zijn voorpootjes in. Er tussen zijn achterpootjes in. Dus dat is een heel belangrijk punt. Ik heb even Bowie's luiertje eraf gehaald. Dan kan je het allemaal wat beter goed zien. Kijk, je ziet dat zijn pootjes zijn geamputeerd. Die zijn gehalveerd omdat hij eerst staken die pootjes helemaal tot hier uit. En dan kon hij geen trap lopen en zo. En nu, omdat dit korter is, kan hij zich veel beter opliften en zo. Dus zijn leven is zo een stuk makkelijker. Alleen zijn Bowie's heupen heel slecht. En normaal gesproken bij verlamde hondjes gaan dan de achterpootjes naar achter en dan slepen ze zo vooruit. Maar Bowie kan zijn achterpootjes dus niet naar achter doen. Die zitten altijd naar voren toe, omdat die heupen niet goed ontwikkeld zijn. Alleen het probleem is dan dat hij altijd met dit pootje tussen zijn stompjes in zit. En deze staat dan normaal gesproken altijd hier zo. Dus dit is de normale stand. Dus als je zo'n zak maakt, is het de bedoeling dat je hem zo hol maakt. En ik had net eventjes gemeten. Ga er eens af. Ga je precies erop staan. Dat als je het puntje van zijn staart tot het stompje. Even kijken. Dan zit je ongeveer op. Even kijken, hier zit hij aan het begin dan. En dan zit hij 30 centimeter tot de staartwortel. En wat belangrijk is, is dat als je de ingangen van de stompjes, dat je daar een rubbertje of zo in doet. Of iets wat het stoten dempt. Eigenlijk zou het mooiste zijn als daar ook een gel ding komt of zo. Want dit is heel gevoelig, dit is bot. Dus als hij daar tegen dingen aan butst en zo, dat is natuurlijk niet zo goed. Hij voelt het zelf niet omdat hij verlamd is, maar het raakt wel gewond. Kijk, je ziet hier ook dat hij wondjes heeft. En dat is niet de bedoeling. Dan moet gewoon ook weer zo'n vachtje opkomen zoals hij hier heeft. Omdat Bowie dus scheef loopt, heeft alles de neiging om scheef te zakken. Dus we hebben al eerder een keer zo'n zak gemaakt. Maar dan gaat hij dus helemaal scheef. Dus misschien moet je iets voor de staart maken. En een band of zo, dat hij hier goed omheen blijft zitten. Een soort elastieke band die je dan buiten langs omheen kan. Ja, dit soort tuigjes zijn heel fijn. Omdat riempjes, die gaan heel erg zitten trekken in de hals. Kijk, net zoals dit soort tuigjes en zo. Die geven, omdat er best veel druk op komt te staan. Gaat dat best wel snijden, zeg maar. En deze dopjes en zo, daar krijgt hij uiteindelijk drukkingen van. Dus als je een tuigje gebruikt, dan kan je het beste zoiets gebruiken. Alleen dan het liefst wel met klittenband, omdat dit soort clipjes, als hij erop gaat liggen, dan krijgt hij uiteindelijk, krijgt hij dus plekjes daarvan. Hij heeft hier daardoor een hele grote drukking gekregen. Dus we moeten er goed op letten dat hij er, want hij heeft het hele dagen aan. Dus dat het met liggen en zo geen problemen gaat geven. Ja, dit is Bowie's slee, die hebben we op maat gemaakt. Kost €700, hartstikke duur bij een orthopeed. Maar dit is te zwaar en als hij dan ligt hij zo met dit ding. En het butst gewoon nog veel te hard hier zo in de zijkant. Dus het moet echt met meer gel, maar misschien is het wel handig om het eventjes te zien hoe dat het in elkaar gezet is. Voor, misschien voor jou voor een ideetje. Dus dit is zo'n afmeting en hier zit hij zo. Je kan maar genoeg maten hebben, toch? Als ik hem zo heb, kom je ongeveer uit op 40. Dat is dan helemaal de buitenkant. En als hij er dan in zit, dan zit dit met zo'n band om zijn lichaam. Kijk, die zit dan hier zo. Maar omdat het best een zwaar ding is, klappert hij heel de tijd hier zo aan de achterkant. Wat dat absoluut geen rust geeft natuurlijk aan zijn bil. En dit zet je dan vast. Hier gaan zijn stompjes in. En dan zet je dat zo vast. Dus een leuk ding. Maar dan moet echt die bil even genezen zijn. En dan moet ik hem toch wel goed een luier aan doen en zo. En wat jij gaat maken is echt meer voor in huis en zo.